een goede bereikbaarheid van Brabant en goede verbindingen met de rest van de wereld. Dat is cruciaal voor de concurrentiekracht van de Brainport-regio. Daarom organiseert VNO Brabant Zeeland hier vandaag op Eindhoven Airport een debat. Ondernemers uit de regio gaan de discussie aan met de directeur van deze luchthaven, de directeur van de luchtvaartmaatschappij, iemand van de NS en expert over de vraag hoe kunnen we Brabant bereikbaar houden en wat mag het kosten. Brabant on track, hoe kunnen we zorgen dat deze regio bereikbaar blijft? En hoe kunnen we zorgen dat alles goed op elkaar aansluit? We zitten hier in een regio met z'n allen dicht op elkaar. We hebben hier dit prachtige vliegveld waar van alles gebeurt. Wat te kampen heeft met zijn eigen uitdagingen. We moeten het samen doen. En samen doen begint met samen ideeën bedenken. 10 jaar geleden, een beetje het moment waarbinnen ik kwam, lag er een opdracht voor de Nederlandse luchtvaart om te groeien naar 580.000 vliegbewegingen in Nederland. De politieke redenatie was daarachter. De luchtvaart creëert is een uiting van economische groei, creëert welvaart, creëert banen. Dat is wat iedereen wil, waar iedereen van eet. Dus uiteindelijk is het goed. Dus laten we vooral die vraag maximaal faciliteren. Heel anders dan 10 jaar geleden is nu vaak, jammer, het is zo overdadig, het creëert ook wel erg veel overlast. In die regio liggen wij, die regio faciliteren we. Wat dat betreft zijn we niet een doel aan zich als luchthaven. Nee, wij faciliteren volgens mij het vestigingsklimaat van deze regio. Waardoor we andere partijen, waar we zo trots op zijn, de ASML zeg maar, en jullie allemaal als ondernemers bij elkaar, die moet vooruit kunnen in deze regio. En daar hoort het vestigingsklimaat en een goed vestigingsklimaat natuurlijk bij. Er kan niet gereden worden. Het staat veel te veel stil. Los in meer thuiswerk en regiokantoren voor mensen die dat kunnen. Dus ja, ik ben voor KPN, dat is uw businessmodel. Ja. Ja. Nou, ik denk dat de economische ontwikkelingen, met name in de technologie, die houdt gelijke tred met verdubbeling van wat hier gebeurt. Dus ik denk wel dat je dit niet alleen vanuit economisch perspectief of vanuit de ondernemers moet kijken, maar uiteindelijk ook wat willen de mensen. En wij zijn nu in gesprek met een aantal oplossingen om bijvoorbeeld vliegtuigen van en naar met elektrisch aangedreven automated guided vehicles van en naar een start- en landingsbaan te brengen. Ja, het debat was lekker levendig. Dat hoort ook bij een debat wat over vervoer gaat en bereikbaarheid. En wat het opgeleverd heeft is dat het goed is om vanuit de ondernemers te horen wat zij nou vinden van wat er gebeurt in de vervoers- en de mobiliteitssector. Maar ook andersom, dat de ondernemers hier in de zaal ook horen waar de vervoersbedrijven mee worstelen en waar wij tegenaan lopen. En ik denk dat, wat ik altijd merk vanuit de spoorsector, is dat veel ondernemers weinig kennis hebben van treinen en van reistijden. En dat is dan goed dat ze dat ook eens horen. Nou, wat ik in ieder geval heel erg goed vind, dat zijn wel de gedachten over die hyperloops. En ook al staat dat heel ver weg, het zet je wel tot nadenken.